Ik heb de vereniging Oud en Geest, want dat, en wij zijn hier van de vereniging Oud en Geest. Die doet dat samen met de... 700 nieuwe inwoners, 150 mensen, hebben zich aangemeld voor deze avond in Oegstgeest. En we hebben sinds kort hebben we... Wat is uw naam? Cor Gravenkamp. Ja, en wanneer bent u komen wonen in Oegstgeest? Wij zijn in september komen wonen in Oegstgeest. Ja, en hoe bevalt het? Ja, uitstekend. Ja, nog kritische kanttekeningen? Ja, die zijn er altijd, hè, in het leven, kritische kanttekeningen. Nee, maar ik, wat dat betreft, ik woon in Haaswijk. Dus tenminste, in de oude Surfsfeer Haaswijk. Ja, wij hebben daar een prachtig mooi uitzicht en een hele mooie woonomstandigheden. Ja, nee, wij zijn dik tevreden. Maar ja, dat kan altijd, er zijn altijd wel dingen die je moet ontdekken als je in een dorp komt te wonen. En die moeten wij ook nog ontdekken. Maar in ieder geval, wat ik heel belangrijk vind, dat de toegankelijkheid naar winkels en dat soort dingen, die zijn er. Ja? En dat is, ja, vinden wij heel prettig. En je hebt eigenlijk alles in het eigen dorp. Dus je hoeft niet echt specifiek het dorp uit om, het is een dorp, hè, waarschijnlijk. Om het dorp uit te gaan om iets anders te zien en te beleven. Dus dat vind ik wel een plus. Klopt. En wat hoopt u vanavond hier te horen, te leren? Nou ja, ik hou me bezig. Ik hou me bezig met straks het voorzitterschap van een VVE. Ja, dus ik hoor wil. Ja. Dus ik hoop te horen wat de Oegstgeestse gemeente gaat doen in de toekomst. Ja. Wat zijn hun toekomstplannen? Gaan ze fuseren? Willen ze op een andere manier samen gaan werken met gemeentes? Ja. Dus ik ben wel benieuwd naar het toekomstplan van de gemeente. Bent u voor of tegen een fusie? Het ligt eraan met wie? Met Leiden, een andere gemeente. Nee, met Leiden ben ik geen voorstander. Huh? Ik kom zelf uit Rijnsburg vandaan. Daar heb ik heel lang de politieke stamtafel gedaan via lokale radio. Toen zijn we gestopt toen we gefuseerd waren met Katwijk. Daar heb ik heel veel politieke machten aan het woord gehad. En eigenlijk was iedereen voor de fusie en achteraf. Eigenlijk willen ze allemaal die fusie toch liever niet. Dus het is, je kan er wel goed over nadenken, goed over spreken. Maar om gelijk te zeggen, doe het maar, denk ik niet dat het verstandig is. Eerst goed afwegingen maken, want als je het eenmaal hebt gedaan, kan je niet meer terug. Ik moet even denken aan het jaar dat Rijnsburg kampioen werd. Ja. De burgemeester zei, Katwijk is kampioen. Precies, toen stonden ze op het bordes in Katwijk. En ja, toen zijn ze gelukkig nog naar het oude gemeentehuis in Rijnsburg gegaan. En dat doet best zeer. Ja. Want er zijn heel veel culturele dingen, erfgoeddingen, die zijn toch verloren gegaan. En ik ben geboren getogen in Valkenburg, een klein dorpje. Ja. Maar ze hadden wel hun eigen kenmerken. En die worden eigenlijk ondersteboven gelopen. En nu met de keuze van de nieuwe burgemeester die er is gekomen. Ja, en die praat ook al over Katwijk, ons vissersdorp. Nou, dan voel je je toch een beetje tekort gedaan als je zelf Valkenburger bent, in Rijnsburg hebt gewoond, denk ik. En de rest dan? Er is nogal meer dan dat. En ik hoop dat Oegstgeest zijn eigen identiteit mag blijven houden. Want het is een karakterdorp en ik denk dat het karakter gewoon bewaard moet blijven. En dat dat niet verloren mag gaan. Dank u wel. Raymond. Ja. En sinds hoe lang woont u hier in Oegstgeest? Ik woon nu sinds september woon ik in Oegstgeest. Ja. En is het nog een beetje leuk hier? Ja, fantastisch. Heerlijk. Lekker rustig en goed bereikbaar met iedereen en alles eigenlijk. En wat hoop je vanavond hier te horen? Ik laat het een beetje op me afkomen. Ja. Ik weet ook niet wat ik moet verwachten, maar we gaan het zien eigenlijk. Een van de hete hangijzers is nu Oegstgeest wel of niet zelfstandig. Wat vindt u? Moet Oegstgeest samen gaan met Leiden? Ik denk dat Leiden en Oegstgeest is sowieso aan elkaar verbonden. En of het samen moet gaan, ja, wellicht in bepaalde dingen wel, maar niet in alles. Dus zelfstandigheid van Oegstgeest lijkt me wel goed. Ja. Voelt u zich al Oegstgeester? Nou, dat weet ik nog niet. Ik denk het nog niet. Ik denk het nog niet. Daar word ik te kort voor in Oegstgeest. En wat is een verbeterpuntje van Oegstgeest? Moet ik beschuldigd blijven? Weet ik zo niet. Nee, kan ik zo niet noemen. Okay. En bent u een verbeterpuntje van Oegstgeest? Nee, ik kan niet zo in mij opkomen, nee. Bevalt het goed hier? Ja, bevalt het goed, ja. Voor de tijd dat we hier nu wonen, dat wel. Het is een goede keuze om in Oegstgeest te komen wonen. Ja. Dank u wel. Nou, als eerste, hoe heet jullie?
Scarlett, heel goed. En Yvonne Gallagher. En Yvonne, ja. Ja. En hoe lang wonen jullie al in Oegstgeest? 2 weken. 2 weken? Ja. Oeh, wat leuk zeg. En hoe vind je Oegstgeest? Vind je het leuk hier? Ja? En ben je al naar school geweest hier? Ja. Ja? Is het een leuke school? Ja. Ze gaat naar de Boutertje Pietersen. Net hier in... Ja, nee, hartstikke goed. Ja. Hartstikke goed. Ja, nou, dat is hartstikke leuk. Ja? En wat vindt u van Oegstgeest? Prachtig. De ja, rust, waarom? Ik denk de rust, de ruimte en het groen. En de prachtige architectuur. Ja. En wat zou er nog beter kunnen aan Oegstgeest? De sociale controle met de buurt, veiligheid. Goedenavond. Ja? Ja, zoals kom vooral ook een beetje voorin zitten. Dank u wel. Op zijn. En zo trots dat u zo aan het eind van de avond, eigenlijk in de tweede helft van de avond, u dat huis ook laat zien. En dan loopt u door alle gangen heen. Mijn naam is Emiel Lynch. Ik ben uw burgemeester. Dat ben ik ook nog niet zo lang. Dus u bent de nieuwe inwoner van onze gemeente. Maar ik woon hier ook pas ruim een jaar in deze mooie gemeente. Gekomen uit Amsterdam. Dus ik ben iets landelijker gaan wonen. En ik heb al een aantal van u in de wandelgangen kunnen spreken. Een aantal van u komt uit de Leidse regio. Sommigen van veel verder weg. Oosterbeek heb ik gehoord. Ja, u zit er achterin. En sommigen nog van verder weg.